Maar dit maakt hem wel heel interessant dat om is hem op die radar Q3. te hebben. Q3. En dat is echt waarom we hem ook in Q3 hebben meegenomen. Het is nu of nooit. Hey, welkom bij Lokers. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over de crypto coins projecten voor Q3. En dan gaan we kijken naar hetzelfde als wat we eigenlijk met de aandelen hebben gedaan. Wat vinden wij interessant? Wat staat bij ons op de radar? Mm-hmm. Het heeft er niet mee te maken dat we direct instappen of iets dergelijks. Nee. Bij de een ligt de entry misschien iets lager. De ander staat er misschien al heel interessant voor. Het is puur, wat vinden wij interessant? Wat staat er bij ons op de radar voor Q3? Het is de een aankomende soort, periode. Ja, het is een soort shortlist. Dat doe ik voor mezelf eigenlijk ook heel vaak. Je kan als een individu, je kan niet 2000 projecten volgen. Nee. Dus ik maak voor mezelf vaak, oké, deze week hou ik deze 10 coins in de gaten. En dan ga ik daar gewoon op focussen en me er iets meer verdiepen. Even de charts goed bekijken en dan ga ik aan de hand daarvan ga ik traden of investeren. Kan natuurlijk ook. Dit is natuurlijk makkelijk op te splitsen per kwartaal. Zoek je wat nieuws erbij, wat interessante puntjes. En ik denk dat we best wel een leuke mix hebben. We hebben een leuke mix en we kijken bij de interessante aandelen. Bij de één naar een stukje fundamentals. Mm. Fundamenteel en traden zijn in principe twee losse dingen. Maar soms zijn er fundamenteel dingen die spelen op de achtergrond die je wel degelijk mee moet nemen in je analyse. Ja. Dat zullen we dus ook doen. Dus bij de één een stukje fundamentele analyse erbij en bij de andere interessante coins alleen prijstechnisch in beeld gebracht. Goed, ik denk dat we hem gelijk gaan switchen. Ja. Goed, we gaan hem aftrappen vandaag met een van de grotere en met een reden. Ethereum. Ethereum. Ethereum staat bij ons in de shortlist voor Q3 met een reden. Want Ethereum 2.0 zit er aan te komen. Mm-hmm. Ethereum 2.0 gaat voor veel verandering zorgen voor wat betreft scalability. Ethereum 2.0 gaat ervoor zorgen dat je dadelijk je Ethereum kan gaan steken. Maar er is een klein dompertje geweest voor wat betreft Ethereum 2.0 voor nu. Hij is gedelayed. Hij is iets uitgesteld. Eind juni zou eigenlijk Ethereum 2.0 live moeten gaan. Maar vanuit het ontwikkelingsteam, vanuit Ethereum zelf, hebben ze ook gezegd. We willen dit echt pas live laten gaan als het 100% live kan. En aan de ene kant snap ik dat. Dat kan je een keer doen. Maar we hebben dat bij Cardano vaak gehoord. Daar komen we straks ook nog even op terug in dit lijstje. Anders ga ik alweer te veel verklappen. Maar Ethereum 2.0, daar wordt wel keihard aan gewerkt. Daar zaten hier en daar nog wat bugs. Nou, dat willen ze natuurlijk wegwerken. Grotere partijen als bijvoorbeeld MCO, Binance, die laten ze nu letterlijk testen. Mm-hmm. Dat draait wel al. Privé wordt er dus wel getest al met het steken van Ethereum. Mm-hmm. En daardoor kunnen ze ook weer de foutjes, de schoonheidsfoutjes, de kleine puntjes die nog aangepast moeten worden, aanpassen voordat het echt live gaat voor de massa. Daarnaast draait er gewoon gigantisch veel op Ethereum. Er zijn heel veel coins die wij in de top 500 of zo zien staan, voortgekomen en draaien op het Ethereum netwerk, op de Ethereum blockchain. Er draait heel veel. USDT bijvoorbeeld, een klein voorbeeld, draait nog steeds op Ethereum. Nou, kijk, en echt long term, wat je er ook van vindt, dat is misschien nog een interessant dingetje voor de investering long term. Ik denk dat Q3 best wel eens iets zou kunnen brengen qua prijsactie voor Ethereum. Op dit moment bezit Ethereum bijna 10% van de market cap. Dat is op zich best wel flink, na Bitcoin natuurlijk, veruit de grootste. Is makkelijk verhandelbaar, hoog volume, dus dat is gewoon nice. De richting de all-time high staan we nu nog steeds min 84%. Dus in verhouding tot Bitcoin, die eigenlijk, ja, laten we zeggen, afgerond op 10.000 staat. Vanaf meer upside. Er zit gewoon meer upside in. En ik verwacht ook wel dat we dat als Bitcoin, dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Bitcoin moet het wel of stabiel doen of redelijk omhoog gaan.
dan ga je natuurlijk de gain, vooral de gains zien. Ik denk dat je met Ethereum dat een hele mooie trade zou kunnen maken. Absoluut. En daarnaast zien we ook terug dat via Grayscale er veel Ethereum wordt aangekocht. Ja, is ook, ook interessant toch bij het grote publiek. Bij de grote institutionele, ja, bij de grote jongens. Bij de grote beleggers, ja. Met gewoon hele diepe zakken. Er wordt gewoon een dikke premium betaald. Op dit moment nog steeds van 350% op Ethereum. Dat was zelfs 750%. Ja, en dat doen ze gewoon omdat ze er zelf geen omkijken naar wil hebben. Ik geef jou niks bedrag. Koop daar maar Ethereum voor mij en ik vind het goed. Ze willen zelf die rompslomp niet. Nee. Dat is eigenlijk waarom ze dat op die manier doen. Dus goed. Ethereum 2.0 zit er aan te komen. Ethereum is een interessante voor op de radar. Oké, okay. Next. Next op het lijstje is Cardano. Zoals ik net al zei, Cardano moet er wel bij zitten. En waarom zeg ik moet? Cardano, met dit lijstje geven we aan wat we interessant vinden voor de aankomende tijd. Ja. Is Cardano een moetje? Van deze moet je kopen? Nee, dat wil ik niet zozeer zeggen, maar Cardano is wel een hele interessante voor op de radar. En waarom? Omdat Cardano nu moet, in mijn ogen. Ja. Cardano moet nu. En als ze doen wat ze nu zeggen dat ze gaan doen, kan dat voor Cardano wel eens goed uitpakken. Doen ze dat niet, ja, dan kan het voor Cardano aan de andere kant weer echt slecht, slecht nieuws zijn. Want Cardano heeft al meerdere keren dingen aangegeven. Dan was het niet op tijd af of het ging niet lukken. En dan werd er elke keer gezegd, ja, we willen het pas echt. Daarom maakte ik de koppeling net vanaf Ethereum. We willen pas echt met iets komen als het af is. Ja, dat kan je 3 keer zeggen en 3 keer uitstellen. Maar op een gegeven moment moet je wel gewoon over de brug komen. En voor wat betreft Shelly. Testnet draait nu al een tijdje. Ze weten nu wat de kinderziektes denk ik zijn. Wat ze daaraan hebben kunnen verbeteren, hebben ze denk ik verbeterd. Cardano komt 29 juli officieel met de release van Shelly. De hard fork naar Shelly. Moet gaan gebeuren. Gaat dat niet gebeuren bij Cardano, ja, dan is het inderdaad slecht nieuws. Maar dit maakt hem wel heel interessant. Dat is op die radar Q3. Q3. En dat is echt waarom we hem ook in Q3 hebben meegenomen. Het is nu of nooit. En moet je dan direct instappen? Nee, absoluut niet. Dit is een coin die je moet gaan volgen. Dit is interessant. Je moet voor jezelf bepalen waar liggen de entries. Je zou eventueel nog wel een stevige pullback kunnen zien, vinden. En dan positie nog nemen voordat die datum hit. Ja. Je ziet ook gewoon dat er wel trainingvolume aanwezig is. Dus dat is echt wel, dat is op zich prima. Nog steeds ook op de nummer 8. Ik denk wel dat het met dit soort coins, die vooral echt al meerdere jaren gewoon verliesgevend en nu de laatste maanden vrij stabiel, want je ziet het aan de chart. Ja, dit is gewoon flatlining. Het is gewoon flatlinen wat ze nu al doen. Aantal en we hebben deze in de stream aangegeven ook. Hè, richting die launch prijsactie. Daarna eventueel een pullback instappen. En dan heb je, als dit zo uitspeelt, zit je voor Q3 op roze. Ja. Maar dan moet het allemaal wel zo gaan lopen. Zoals dan moet het wel gebeuren. Absoluut. Daarnaast 18 augustus komen de eerste stake rewards dan vrij. En dat is gewoon nice. Steken vinden de mensen interessant. Als het gaat volgens plan, dan is het allemaal goed. Ja. Je haalt wel aan, steken vinden de mensen interessant. Mm-hmm. En dan maken we een switchje naar het technische plaatje van Tezos. Ja. Tezos is natuurlijk ook te steken op verschillende platformen. Ja. Al Tezos, een tijdje geleden ook gelist aan Coinbase, als ik het goed heb. Waar je ook gewoon je staking reward kreeg, et cetera, et cetera. Tezos is het de afgelopen tijd op zich best wel voor de wind gegaan. We hebben nu een kleine pullback gezien vanaf de top. Blijft interessant voor Q3, denk ik. Alleen wel op een iets ander niveau is. Ja, weet je wat het is? Kijk, ik kijk vooral hiernaar. En dit is gewoon echt, het is even long term. Want we kijken nu niet op een daily. Ja. We zitten echt gewoon op een heel kwartaal te kijken. Dus 3 maanden candles zou je kunnen gebruiken. Kan je natuurlijk niet zo heel veel aan aflezen. Dus ik laat hem lekker even op de daily staan. Het gaat er gewoon om dat Tezos deze constructie kan vasthouden. Is dat mogelijk? Dan acht ik een nieuwe high. Ja, en dat zou ergens, als je misschien nog iets lager terugtest, ja, zou dat toch wel een rendement van 50-60% kunnen opleveren. Ja. En dat is voor mij toch wel een basisvoorwaarde om zo'n coin in zo'n shortlist op te nemen. Ja. Is er genoeg groei aanwezig? Staat erna een project? Doen ze wat? Zijn ze wat aan het doen überhaupt?
Ik denk dat dit een hele interessante coin is om mee te nemen. Omdat het, je ziet dat heel veel coins aan het downtrenden zijn en flatlijnen. En dit is zo'n coin die toch wel nog een beetje de wind in de rug heeft. Absoluut. En dat kan zomaar een multijaar een run worden à la, ik noem maar een Chainlink. Ja, wat gebeurt er met bedrijven, projecten, coins met een unieke use case als ze veel in het nieuws komen? De prijzen gaan vaak omhoog, ja. Positief, ja. Als ze positief in het nieuws komen. Ik denk dat we de aankomende maanden, het aankomende deel van dit jaar die er nog aan zit te komen, dus zowel Q3 als Q4, ik denk dat we wel eens wat verschuivingen kunnen gaan zien in de top 20 en misschien zelfs wel in de top 10. Zou heel goed kunnen, ja. Ook richting die top 10. Er zijn gewoon projecten, wat ik zeg, als er... Er wordt heel veel gesproken over de Chainlinks, over de Tezos. Dat soort projecten de laatste tijd zijn heel erg in hype, zijn heel erg in beeld, omdat er gewoon heel veel interesse in is. En als we dan kijken naar wat er op dit moment in de top 10 staat, we hebben het daarover in de livestream gehad ook laatst, staan daar misschien wel coins die daar misschien helemaal niet meer tussen horen op dit moment. Nee, want je moet niet vergeten, dit soort bedrijven zijn misschien zelfs nog wel ondergewaardeerd als Bitcoin dadelijk serieuzer wordt genomen. Alle coins die daaronder liggen, mensen zien crypto steeds meer als een oplossing. En niet van, hij zit in de crypto. Nee, bedrijven denken, hey, hier kunnen wij wat mee. Daar kunnen we wat mee. En met wat voor bedrijven gaan ze dan samenwerkingen aan? Ja. Met de bedrijven die al een serieuze use case bieden. Met de bedrijven die al serieus wel een naam gemaakt hebben. Gaan ze naar een Litecoin omdat dat een Bitcoin Lite versie is? Nee, dat denk ik niet. Gaan ze dan naar een Chainlink voor een oplossing te zoeken die bedrijftechnisch mooi is? Nou, misschien eerder. Ja. Dus goed, Chainlink heb ik het over, heb ik nou een paar keer in de mond genomen, maar die staat niet in het lijstje van Q3. Nee. Niet omdat Chainlink bedrijfstechnisch niet interessant is, maar omdat de chart van Chainlink, de prijs van Chainlink, het is gewoon heel top. Net iets anders. Heel high. Ja. En voor Q3, ondanks dat Chainlink gewoon een prima project is, hebben we die voor deze samenstelling even links laten liggen. Volgende op het lijstje is XLM. Ja. En XLM is natuurlijk een hardforkje geweest. Een kindje uit XRP. Ja. XRP richt zich dan voornamelijk, zoals heel veel mensen denk ik wel weten, XRP, die noemen ze de... Bankencoin. De bankencoin, inderdaad. En XLM is de versie die zich richt op het bedrijfsleven. Ja. En niet zozeer de banken, maar die richt zich echt op de bedrijven zelf. Ik zie echt XLM zich eindelijk ontkoppelen van XRP. Ja. En XRP staat nu nog steeds nummer 3. XRP... Daar heb je levens mee. Ja, weet je wat het is? Misschien, kijk, het staat of valt met of de banken het gaan adopteren of niet. En zoals het er nu uitziet, ja, ik zie soms wel het bericht, ja, dit weet en dat. Weet je wat het is? Maar het gebeurt maar niet. Of de banken het gaan adopteren of niet. Ja. En dan zouden ze dat dan moeten gaan gebruiken als betalingsmiddel of zo, de banken? Ja, hoe zien de mensen niet, dat? Ik denk dat de banken en de ECB en China zelf aan de slag munt gaan creëren. Ja. Om. Ja. Die willen enigszins toch nog, ondanks dat dit ook misschien vrij gecentraliseerd is in de plaats van gedecentraliseerd, willen de banken, de ECB in China, in Amerika, ze willen zelf toch de controle hebben. En ze gaan zelf, ze zijn overal aan het experimenteren met munten die ze kunnen gebruiken. Zou Stellar voor het bedrijfsleven dan een functie kunnen bieden om transacties sneller te maken binnen bedrijven? Ja, dat denk ik wel. En XLM staat voor ons op de radar voor wat betreft Q3. De technische analyse die liegt er niet om, higher lows. Ik zie gewoon een opgaande constructie. Dat wijst erop dat de mensen interesse en de koers omhoog willen drukken. Zet ik dat nog eenmaal af naar tegen XRP, die daalt alleen maar weg. Dan is voor mij de keuze tussen die twee makkelijk gemaakt. Yes. Goed, dan hebben we volgend op het lijstje Cosmos. Die komt binnenkort met testnet Stargate 27 juli. En voor wat betreft Cosmos kijken we ook even naar het technische plaatje vooral. Want die is wel interessant. Daar staat hij, nummer 28. Nummer 28. Ja, er zijn nog wel wat verschuivingen. Vooral de laatste tijd zie je toch wel dat er links en rechts wat kontjes van plaats verschuiven. Ja. Ik denk dat dat alleen maar gaat toenemen. Goed trainingsvolume is toch ook nog wel een van de grotere coins. Staat in de top 30. Dus het is toch op zich nog wel best wel een flinke coin.
Vooral ook als je kijkt naar de prijsopbouw. En daar staat hier gelicht als Atom nog. Zie je eigenlijk dat hier ook al prijsdoelen zijn afgegeven. Ik zie hier, ik denk dat ik hier accumulatie inzichtelijk heb gemaakt. We hebben dus een entry hype gezien. Dat zie je heel vaak als coins net nieuw zijn. Dan zie je een gigantische dump. Dus misschien ondergewaardeerd. Maar dan zie je hier eigenlijk voor het eerst een confirmatie. Ik zie een higher low. En dan ga ik er dus vanuit, wat gaat er dan gebeuren als dit echt de higher low is? En we gaan in een nieuwe cyclus, we gaan in een nieuwe swing. Ja, dan denk ik dat dit zeker haalbaar moet zijn. Dan zet ik zelfs nog steeds geen higher high neer. Maar als ik dan het meetlintje eroverheen plaats, dan zie je toch gewoon dat we het hebben over 120% gain. Absoluut. Ja, dat maakt het toch wel interessant. Zeg ik dan dat je à la minuut direct moet instappen? Nee. Maar technisch gezien, absoluut een coin om voor Q3 in de gaten te houden. Ja, voor wat betreft Cosmos, kijken we niet naar een entry, eventueel naar een lager niveau, denk ik. Ik denk dat je eerder kijkt naar iets omhoog testen en eventueel een pullback weer instappen. Ik denk dat er voor Cosmos op die manier uitziet. Maar je haalde het net al aan ook, en ik heb het eerder ook gezegd, die verschuivingen in de top 20, 30, laten we het daarvoor ophouden. Ik denk ook, we hebben voorheen ook verschuivingen gezien. Bitcoin staat op 1 en daaronder is er vaak wat veranderd. Ik denk dat de verschuivingen die nu plaats gaan vinden, dat wel ook een gedeelte gevestigde orde gaat worden. Dat dit wel projecten zijn die nu, je gaat nu de use case zien van bepaalde projecten. En dat de projecten die nu de top 20, top 10 binnenkomen, dat die daar misschien wel eens kunnen gaan blijven en echt iets kunnen gaan bieden. Ik denk dat het ook gewoon in zijn geheel een hele nieuwe fase voor crypto is. Ja, ik denk dat crypto over 2 jaar daar heel anders uitziet. Het wordt steeds meer omarmd, er komt steeds meer use case, steeds meer adoptie en dat is mooi. Volgende op het lijstje is Basic Attention Token. Staat eigenlijk vaak wel op onze radar. We zijn nooit verliefd op een coin en ook niet op Basic Attention Token, maar we hebben wel al vaker aangehaald. Basic Attention Token traden we regelmatig. Ja. En daarnaast vinden we het fundamentele aspect van wat Basic Attention Token biedt, vinden we ook gewoon nice. Ja, kijk, we hebben al positie ingenomen en dat is in dit kwartaal natuurlijk gebeurd. Daar hebben we al 66% winst op gemaakt. Dat is fors. Daarom zeg ik ook, we gaan er niet direct nu in, maar hij verdwijnt. Maar ja, wij zitten erin, maar als je nu gaat kijken naar, hij staat absoluut op de radar, want we zitten hier gewoon in een range en ik wil graag die range uit. Ik wil naar hogere prijsactie. Ja. Het lijkt erop alsof we dat wel willen gaan doen ook ergens. En dan opent dit gebied zich en dat is eigenlijk 66%. Is er nog een keer zo'nzelfde stijging mogelijk? Dat is toch nice. Technisch gezien staan we er gewoon goed voor. Zijn we op zoek om ergens deze range te gainen, terug te testen, dan omhoog te gaan. Basic Attention Token hebben we al vaak behandeld. Dus ik denk dat inhoudelijk hoeven we daar niet diep op in te gaan. Maar ik denk ook voor Q3, wat je eigenlijk al aangaf, ik vind het wel leuk. Dit is niet de oude gevestigde orde, dit is niet de oude top 10 coins. Dit zijn die coins die eigenlijk altijd wel vanaf 11 tot en met, laten we zeggen, ik denk zelfs 60. Weet je, daar stonden ze altijd. En die komen in één keer in een rap tempo nu omhoog. Ja, omdat de use case die ze bieden, het wordt zichtbaar ook voor mensen. Hetgeen dat ze aanbieden is gegroeid. Ja. De vraag daarnaar groeit ook. Het vertrouwen in de projecten neemt alleen maar toe. En dat is positief. Ik denk dat dat heel anders is. Want vroeger was het eigenlijk, laten we zeggen, vanaf nu tot 2 jaar geleden, Oké, koop iets in de top 10. Laat ik die maar doen. Wat doen ze eigenlijk? Ja. Maar ik denk dat dat dadelijk echt gaat veranderen. Dadelijk is het meer vergelijkbaar met aandelen. Ja, ik koop een Coca-Cola, ik koop een Air France. Ik weet gelijk wat ze, je hoeft geen verstand van te hebben, maar je weet wat ze doen. Je weet wat ze doen en dat is wat je uiteindelijk moet gaan hebben als je echte use cases, als ze gebruikt gaan worden. Oké, ik koop BNB, want dat is de volgende waar we naartoe gaan. Waarom koop ik BNB? BNB, dat is de coin van Binance. Ja. Van de grootste exchange die er is. Ja. Binance die biedt heel veel dingen binnen zijn platform. Het lenden, het steken, margin trading. Binance blijft zich ontwikkelen. Wij hebben het vaak in de livestream over de exchange oorlog. Oftewel de exchanges die links en rechts allemaal nieuwe dingen proberen te doen om zoveel mogelijk uit te breiden en beter te zijn dan de ander.
En daar hoort BNB hoort daar wel bij. Het is natuurlijk de token van Binance. En alles wat ze doen en alles wat ze ontwikkelen, zal BNB een rol in gaan spelen. En dat is hun alles aangelegen om die coin relevant te houden. En ja, ik vertrouw ook wel dat ze dat gaan doen. Nogmaals, je moet het niet vergeten, Binance is gewoon de grootste altcoin exchange die er is. Ja. Ze doen nu ook bitcoin trading, kan natuurlijk ook. Ze doen ook leverage trading en allemaal andere dingen. Maar ze moeten het vooral van altcoins hebben. Ze staan min 60% van de all-time high. Is dat realistisch of is dat haalbaar? Ik denk dat dat misschien wel haalbaar is. Ik denk wel dat je hier short-term moet kijken. We hebben een gigantische impuls gehad naar de distributiezone, dus dat is gewoon de high. Zijn we daarna gecorrigeerd? Wat ik dan vooral interessant vind, is dat je gewoon hier een hoger niveau vasthoudt dan hier. Je zet een higher low neer. Dat betekent theoretisch eigenlijk dat ik naar een higher high op zoek ben. Maar ik denk als je hier ergens positie neemt en je test hier al terug, heb ik het ook over een 134% effect. Mag je niet klagen. Dus, als dat jou in Q3 geen windeieren legt, als je dat zou behalen, ja, dat is gewoon heel nice. En dan kijk je inderdaad niet om een procentje meer of minder naar beneden, waar je entry precies ligt. Het gaat erom dat dit soort coins in de aankomende 3 maanden... gewoon best wel hele mooie kansen kunnen bieden. Interessant zijn. Ja. Goed, de volgende op dit lijstje is Waves. Waves, oh, dat is wel een iets kleinere. Dat is inderdaad een iets kleinere. Wel regelmatig. Ik ga hem hier op zoek, anders moet ik misschien heel lang. Wel regelmatig aangevraagd ook in de livestream. Dus staat ook wel op de radar bij de mensen. Ja. Maar Waves staat ook technisch gezien bij ons op de radar. Ja, stond op plekje 68. Dat is al iets hoger dan ik had verwacht. Dat is waarschijnlijk is die ook al iets gestegen de afgelopen periode. Gigantische daling. Heb je eigenlijk een hele lange accumulatiefase. En dan ga je gewoon inzoomen. En dan zie je gewoon dat ze hier een low hebben neergezet. Een higher low. Ja. Dan wil je een higher high zien. En inderdaad, zo bekijken wij het ook altijd. Dat zijn toch de setups. Zo kijken we altijd. Als je gewoon kijkt vanaf het begin. Hier is een dieptepunt, zeggen we dan altijd. Ja. Nou, hier is een hoogtepunt. Ja. Nou, dan krijg je een nieuwe higher low, een nieuwe higher high, een nieuwe higher low. En dan als je de constructie intact wil houden, zou je nu op zoek moeten gaan naar een nieuwe higher high. En gaat dat dan pof, recht omhoog en je hebt een higher high? Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Prijsactie beweegt altijd in golven, maar je wil nu prijstechnisch op zoek naar een nieuwe higher high. Absoluut. En je ziet hier ook al dat er buyboxjes staan. Dat betekent dat ik gewoon al geïnteresseerd ben. Het is een groene lijn, dat is ook een entry. Het gaat erom dat als wij dit soort constructies gainen, meerjarige constructies, dan is de kans zeer groot dat we ergens naar dit gebied gaan. En wat dat zie je is daar? Echt al een flinke trend. Ja, maar wat zie je daar? We willen de mensen ook altijd proberen duidelijk inzichtelijk te krijgen wat je dan ziet. Je hebt na die daling, kom je in een compleet ander gebied terecht. Ja, nieuwe prijs. Als je hier naartoe gaat, kom je terug in oude prijsgebieden. Ja, en dat is wat belangrijk is. Je komt terug in de oude prijszone. En als je dat gaint, je was met de percentage bezig, pak hem er maar bij. De trade zelf was al tradewaardig. Dat zat op de 120%. Maar doe je hier iets wat je moet doen, en dat is wat de mensen altijd leren. Ja, richting die oude prijszone. Dan kom je in hele andere gebieden. Dan kom je echt in hele andere gebieden. Ja, met 120% kom je pas de oude prijszone binnen. Ja, ja. En als je dan ook echt nog terug gaat testen naar openstaande gebieden. Dan kan het heel hard gaan. Ja. Waves staat daarom ook op de radar bij ons, omdat die daar gewoon technisch heel goed voor. Het hoeft dus ook niet altijd de grotere te zijn. Nee. Als je maar een goed verhaal daarachter hebt. En als de technische analyse het maar ondersteunt. Absoluut. En waar ook een goed verhaal achter zit. Als ik zeg crypto. Wat zeggen dan de echte diehard investeerders? Bitcoin is ooit gekomen. Waarvoor stond Bitcoin? In één woord. Decentralisatie. Decentralisatie, absoluut. Ja. Als we dan kijken naar Siacoin. Dat is een oudje. Hij is er alweer een tijdje, inderdaad. Maar Siacoin focust zich op een gedecentraliseerde vorm van cloud storage. Nou, ja. We kennen allemaal tegenwoordig wel cloud storage. Ja. In Google. Ja. In Apple. Wie beheert dat? Ja, nee, die bedrijven. Google, hè? Ja, ja. Een gedecentraliseerde vorm van cloud storage. Dat is in een notendop waar Siacoin dan voor staat. Maar als we kijken naar technisch, de laatste tijd. Technisch staan ze er als de mensen voor, alleen opgevangen hebben wat ze op hebben gevangen in de wind de laatste tijd, denken ze, ja, die is toch al gigantisch gestegen. Ja. Klopt. Maar ook weer een hele mooie pullback op dit moment. En
dat biedt weer nieuwe kansen. Ja. En ook voor Q3 denken wij dat Siacoin nog hele mooie kansjes te bieden hebt. Inderdaad, buyboxje. 150% hebben we al gemaakt. Lekker. Als er een buybox staat, dan weten de mensen ook. Die tekenen wij altijd vooraf in de streams, niet achteraf. Die hebben wij veel eerder terug geanalyseerd. Super spot on entry en dik 150% in de plus. Ja. Daar is winst op genomen. Wij gaan nu pullback traden. Ik denk dat we inderdaad ook een mooie pullback te pakken hebben. We waren eerst naar het kijken naar de bovenste. Die kan er doorheen gaan. Dat is niet het geval geweest. Hele langdurige accumulatie. Grappig is het dat Siacoin super oud is al. Dat is een van de eerdere coins die daar gelist werden. Ik denk hetzelfde geldt hiervoor. Als wij ooit die range hier kunnen bereiken vanaf de entry hier, hebben we het alweer over een 130%. Maar dan komen we pas in oud gebied terug. Goed, dus Siacoin, ook een interessante coin op de radar voor Q3. Absoluut. En dan zijn we er bijna. Ja. We hebben er nog één op het lijstje staan om de top 10 compleet te maken. Ja. Maar daar zit nog een bonusje aan vast. Oh jee. Ik even zeggen. Oh jee. De laatste op het lijstje is EngineCoin. En EngineCoin is een van de coins die dan zo'n grote samenwerking als waar wij het al vaker over gehad hebben, binnen hebben gesleept. EngineCoin werkt nou samen met Samsung. Ja. Is ook geïntegreerd in de Play Store van Samsung voor wat betreft games, et cetera. Dus dat is gewoon nice. Als we het hebben over een use case, als we het hebben over adoptie. Dit is adoptie. Dit is adoptie. Dit is adoptie. En ze worden uiteindelijk gewoon gebruikt door 's werelds grootste bedrijven, mag je het gewoon rustig noemen. Ja. Misschien in de navolging volgen daar meer bedrijven. Dat is natuurlijk heel interessant. En we zien al dat Engine eigenlijk een hele rare altcoin is. Want eigenlijk alle altcoins wat de mensen gewend zijn, is dat ze gewoon dalen alleen maar. Dan heb je natuurlijk de uitzonderingen, de Chainlinks en zo. EngineCoin is redelijk stabiel altijd gebleven met gigantische pumps er tussendoor. Maar eigenlijk de laatste periode zien we langzaam een structurele groei. En dat gaat meer richting normale assets. Gewoon aandelen die waardeontwikkeling doen. Ik denk dat dat ook de stap is als die bedrijven eenmaal gevestigd orde zijn. En echt naam krijgen, een product bieden. Dat je meer dit soort grafieken gaat zien. Dit is een rariteit natuurlijk. Maar wij vinden het ook mooi die pump en dumps en zo. Maar eigenlijk is het niet hoe het hoort. Nee, dat je is wil niet gewoon langzaam waarde opbouwen. En ook voor EngineCoin geldt, als we de chart zien. Ja, is het dan nu interessant om een positie te nemen? Nee, ik zou meer gaan kijken richting... Hij zou nog iets dieper kunnen. Ja, richting top van deze oude prijsrange. Ja. Dat zou veel interessanter zijn. Ja. Maar neemt niet weg dat stukje fundamenteel gezien en chart technisch, als we gewoon een pullbackje krijgen op een pullback instappen, helemaal niet gek is. Plaatje 56, ik denk echt ook dat daar nog wel iets... dat te winnen valt voor EngineCoin. Goed, ik zei net al, jullie krijgen nog een... Wat waren er 10? Een bonusje. Een bonusje. Komt er dus toch nog eentje extra bij? Ja. Oeh, en dat is? Ja, dat zou ik toch even moeten nadenken. Wat zouden we er nou nog mee bij moeten? Ik denk dat we toch wel één belangrijke coin missen. Ja, er is er eigenlijk maar één. Er is er maar één. En dat is de Bitcoin. En dat is natuurlijk de Bitcoin. Gezien wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt voor wat betreft de Bitcoin. We hebben een halving meegemaakt. En wanneer was die halving nou eigenlijk? Die halving die was in deze periode. Ja. En wat is die periode als we die nu in kaart brengen? Deze periode. Dat is gewoon een range. Ja. We zitten al een hele lange tijd vast in een range. Als we gewoon kijken fundamenteel naar Bitcoin op de achtergrond. Wat is er allemaal los? We zien dat bij Grayscale. We halen het vaak aan omdat dit best wel huge is. Ja. We zien dat bij Grayscale gewoon gigantisch veel bitcoins aangekocht worden. De afgelopen week... Ze kopen alles op wat los en vast zit. De afgelopen week zijn er zelfs meer bitcoins aangekocht door Grayscale, omdat er gemined zijn. Nou, en dat geeft gewoon aan dat de vraag hoger is dan het actuele aanbod wat er gemined wordt. Dat is mooi. Dat geeft aan dat er heel veel interesse is. Dus... als we deze range naar boven uitbreken, is de kans aanwezig dat we omhoog gaan. Dat is ook een scenario wat zeker voor de hand ligt. Kunnen we eerst de 7700 opzoeken omhoog? Maar dan blijf je nog steeds redelijk in diezelfde range zitten. Dat is helemaal niet erg als we die 7700 opzoeken. Maar moet dat gebeuren? Dat kan in mijn ogen alleen in een scenario als er ergens in de wereld nog wat ellende uitbreekt. En waardoor de aandelenmarkten echt dumpen en er is... naar mijn mening nog steeds geen directe correlatie met Bitcoin en aandelenmarkten. Maar er is wel met de paniek een correlatie met paniek en fear en doubt. Ja. Die is er wel. En ik denk dat we
dan 7700 of ergens in die regio kunnen opzoeken. Zonder dat, dat is ook kijk ik eigenlijk naar boven. Wat jij aanhaalt is ook heel goed. Op dit moment is het een hele andere situatie in de wereld dan normaal. Ja. Als er dus normaal gesproken paniek ontstaat bij Shell. Ja. Dat is paniek ja. binnen de aandelenwereld. Ja. Heeft de rest daar last van? Nee, want die paniek ligt bij Shell. Ja. Deze paniek in de aandelenwereld wordt niet veroorzaakt door de aandelenwereld. Nee. Die wordt veroorzaakt door heel de paniek in de wereld. Wereldwijd. En die paniek heeft effect op Bitcoin, op aandelen, op commodities. Op alles heeft dat invloed. Dus dat heeft niet zozeer te maken met een correlatie, maar met heel de paniek in de wereld gewoon. Maar goed, desalniettemin staat Bitcoin er gewoon nog steeds redelijk positief voor. Kunnen we lager testen? Absoluut. Maar we zitten al een hele tijd in een range. Het nieuws fundamenteel rondom Bitcoin is positief. Voor Q3 wil ik Bitcoin toch ook wel in dit lijstje zetten onder de bonus. Absoluut. Goed, Q3 voor crypto de aankomende tijd. Dit zijn de coins die wij interessant vinden. Wat vind je zelf interessant? Laat even een berichtje achter onder deze video. Vinden we leuk om te weten wat je zelf interessant vindt. Misschien komt daar wel weer zo'n pareltje uit die bij ons niet op de radar staat. Vinden we ook altijd leuk. Maar vond je het leuk? Smash sowieso even op de duim. Abonneer op dit kanaal. Druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onder aan de video komt uiteindelijk alles terug naar www.dopeycash.nl. Daar vind je ons leerprogramma. Daar vind je ons Discord kanaal. Daar vind je de supportlinks. Alles vind je terug op de website. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag de volgende keer. Laters. Laters.